Als je dan kijkt naar de rol van die mediathecaris op school en die docent, dat is de één. Maar in het verlengde daarvan liggen natuurlijk de bibliotheken. Ik denk dat het van belang is, want er zijn ook scholen die hebben constructies met bibliotheken. Om juist te kijken van, dat ook zij daaraan bijdragen. Kijk, studenten zoeken en leerlingen zoeken heel veel informatie op internet. Maar weet je, er is ook nog zoiets als een bibliotheek. En soms is het ook wel handig als je... weet je, als je iets wil zoeken over dyslexie, mijn god, daar zijn heel veel mooie boeken over geschreven. En waarom zou je dan niet eens naar de bibliotheek gaan? En ik denk ook, kijk, de bibliotheken zijn ook aan het schuiven richting hoe kunnen we ook die hele informatievoorziening online faciliteren, laat maar zeggen. Dus ik denk juist ook daar een koppeling maken met niet alleen de fysieke boeken, maar ook hoe kan een bibliotheek als het gaat om informatievaardigheden en ook bibliothecarissen daarin bijdragen. En scholen die een combi hebben met een bibliotheek daarin, is van belang.